Mooi sfeertje op Sportpark Oosterwei in Gouda voor de wedstrijd Jodan Boys tegen Quick Boys. Er staat natuurlijk veel op het spel. Zeker nadat Quick Boys vorige week met 0-0 gelijk speelde in en tegen Hoek. Jodan Boys, tegenstander op de eerste speeldag van deze competitie. Op Nieuw-Zuid werd het 2-0. Doelpuntenmakers Juri Guit en Jordi Thijssen. Dit de 11 mannen die Jan Zoutman het veld instuurt voor deze wedstrijd. En zoals gezegd, mooi sfeertje. Jesse Driebergen startte vandaag weer op linksback omdat Joey Ravensbergen opnieuw geblesseerd raakte. Of geschorst is, moet ik zeggen. Dus Driebergen weer op links. En hier El Ouzrouti. Die zijn directe tegenstander opzoekt. Twee mannen bos instuurt. De actie maakt en dan neergehaald wordt en een vrije trap krijgt. We spelen toch de bal, zeggen ze in Gouda. Maar de scheidsrechter wil er niet aan. En dus de vrije trap. Met Sahad Dilsing en Straver red. Sahad Dilsing, hij is erbij. Terwijl zijn vrouw op punt van bevallen stond. Inmiddels is zijn dochter geboren. Gefeliciteerd. Akohen met een schot en een simpele prooi voor Straver. In een eerste helft waarin het allemaal niet makkelijk ging. Weinig creativiteit, weinig kansen. Het veld, u ziet het, ziet er ook niet al te fantastisch uit. Maar ja, daar heb je als beide ploegen last van natuurlijk. Quick Boys met wat kansjes gehad dus. En regelmatig kwamen ook Jodan Boys eruit. Met hier bijvoorbeeld een vrije trap. Lastige bal met zo'n stuitje vlak voordat hij de goal, bij de goal komt. Maar de zwart weet te redden. Driebergen met een voorzet. En die bal die komt bij Thijssen. Die hem zo waar overkrijgt. 25 goals tot nu toe. En daar blijft hij ook even op staan. Tweede helft, het was dus allemaal nog niet best. En Noordwijk stond toen al met 5-0 voor tegen Spijkenisse. Met andere woorden, het ziet er niet al te best uit. Maar de bezieling leek terug in die tweede helft. Het publiek ging erachter staan. Spelers leken ook wat feller, al is deze eerste grote kans gelijk weer voor Jodan Boys. Willen een corner, krijgen die niet. En dan Akohen. En El Ouzrouti. En een statief. En dit een goede kans voor Sahad Dilsing en of Thijssen. Maar ze krijgen hem er allebei niet in. 0-0 dus nog altijd. Blijft het zo, dan is het gelijk in het puntenaantal. Maar dat blijft niet zo, want hier is Jordi Thijssen. Met een snoeiharde kopbal. En het is 1-0. Heerlijk gedaan. Goede corner. Goed voorgezet. En het feestje daar. 1-0. Belangrijk hoor. Zijn 26e. Dan denk je, het verzet van Jodan Boys zal wel gebroken zijn. En Sahad Dilsing tikt hier de 2-0 weer binnen, maar die schiet hem net naast. Maar Jodan Boys werd eigenlijk feller in die periode na de 1-0. Kreeg een heel aantal kansen. Maar wist hij niet af te maken. Tot nu toe dan in ieder geval. Goeie bal weer van Den Hartog. En Thijssen! Nou, dit is normaal gesproken 2-0. Maar hij presteert het om hem naast te koppen. Werkte hard weer. Had het na afloop over een van zijn minste wedstrijden in Quick Boys 1. Maar ja, wel weer gewoon gescoord. En tot nu toe matchwinner. Stemers zit er hier goed tussen. De aanval gaat door. Sahad Dilsing.
houdt het overzicht, ziet Thijssen de vrijheid en het is 2-0. Wedstrijd beslist met nog een minuutje of 7 te gaan. Oh, 12 zie ik hier, ook goed. 2-0, opnieuw Thijssen dus. Een moeilijke uitwedstrijd. Die horde lijkt genomen tegen Jodan Boys. De scheidsrechter fluit af en Quick Boys wint dus met 2-0. Zorgt ervoor dat de voorsprong op Noordwijk gewoon 2 punten blijft. Volgende week Xerxes thuis. Het zou zomaar eens al de kampioenswedstrijd kunnen worden.